Een van de vergeten artiesten waar we geweest zijn is Connie Vink. Een plaat met wel een heel bijzonder verhaal zijn we achtergekomen. Dat had ik in 1982 opgenomen, ergens in maart. Ik bespreek het met mijn toenmalige man. En die was al 4 jaar erg ziek. Hij zegt, nou, ik vind dat een heel mooi lied. En het goede beat en alles, dit en dat is dus en zo. En goede tekst ook. Frank ging in mei overlijden. En toen moest ik naar Volle Toeren of Losse Groeven. Ik weet niet meer hoe het heet, maar het was in ieder geval met Giel Montagne. Ik vond het hartstikke goed gegaan en alles nog en meer. En toen kreeg ik zoveel negatieve berichten allemaal van, nou leuk hoor, je man is net overleden en dan krijgt hij dat over zich heen en dit en dat en zo en zo. Maar toen dacht ik, ja, ik wil wel mensen blij maken en dat ik het leuk vind om te doen, maar ik vind dit dan niet meer leuk. Dus dan doe ik dat niet meer, ik heb het nooit meer gezongen.